Parijs. De stad van de Olympische Spelen in 2024. En de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Ik ben Renomi Kromowidjojo. In 7 afleveringen duik ik samen met Jorg Riedler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030. En nemen je mee langs onze waterstof-economie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Deze aflevering staat in het teken van de toepassing van waterstof in de mobiliteit. Ik spreek met Erwin. Hij is waterstofexpert bij Toyota. Erwin, we staan hier in het Dreamhall van de TU Delft. Kun je mij vertellen waarom waterstof zo'n belangrijke rol speelt in de toekomst van mobiliteit? Het is ten eerste fantastisch dat we zonder uitstoot ons gaan verplaatsen. Maar als we dat alleen maar doen met batterijen en stroom uit het net, dan zijn we het afhankelijk van één oplossing. En wat fantastisch is, is dat we met waterstof een compleet andere oplossing hebben die hetzelfde doel bereikt. Dus ons verplaatsen zonder uitstoot, maar dan zonder schaarse batterijen en grondstoffen die we daarvoor nodig hebben. En ook niet afhankelijkheid van het stroomnet, maar we gebruiken het gasleidingssysteem. En welke rol speelt waterstof in de productie van de voertuigen en hoe passen we dat in het energienetwerk toe? Ja, dat zijn twee hele goede vragen. Kijk, de eerste, om een batterij-elektrisch voertuig te maken, hebben we dus grote batterijen nodig en schaarse grondstoffen. Op het moment dat we dat met een waterstof-elektrische oplossing doen, dan hebben we gewoon daar niks mee te maken. En om een auto te maken met zo'n aandrijflijn, dan hebben we gewoon minder uitstoot om die auto überhaupt te produceren en ook om daarna te recyclen. Dus dat is een eerste stap. Als die auto is, of een voertuig of een boot, daar kan natuurlijk van alles mee. Dan kunnen we ook gewoon goed kijken naar de energie in ons systeem. En stroom uit het net is één. Maar daarnaast komt er ook een tweede variant en dat is stroom in de vorm van waterstof. En als we die twee naast elkaar in de juiste balans hebben, dan past die ook heel mooi in ons energiesysteem. En voor welk soort voertuigen biedt waterstof nou de grootste voordelen? Ja, persoonlijk vind ik voertuigen die lange afstanden moeten overbruggen, daar komt waterstof het mooiste tot z'n recht. En als je hem veel verbruikt. Dus op het moment dat je moet tanken versus lang laden, doe je dat vaker op een dag, dan heb je de meeste voordelen. Maar het kan in tal van oplossingen. Denk aan treinen, binnenvaart, andere soorten scheepvaart. Ander voorbeeld zijn bestelwagens en vrachtwagens. Die zijn per saldo gemaakt om goederen te vervoeren. En op het moment dat ze die moeten voorzien van grote batterijen om lange afstanden te overbruggen, dan worden die auto's heel erg zwaar van de batterijen en blijven minder gewicht over om goederen te vervoeren. Dus maken ze weer lichter met een waterstof-elektrische aandrijflijn en kunnen er weer meer goederen mee. En daar zijn ze feitelijk voor bedoeld. Klinkt eigenlijk heel erg natuurlijk en heel simpel. Toch? Ja. En we staan hier voor een hele bijzondere auto. Kun je hier iets meer over vertellen? Ja, hier word ik heel erg gelukkig van. Want als we kijken naar de techniek van vandaag, dan kunnen we daar uren over praten, dat is fantastisch. Maar er is nog zoveel meer mogelijk in de toekomst. En als 24 studenten in staat zijn met deze auto met minder dan 1 kilo waterstof bijna 2500 kilometer te rijden. In één draai, dus zonder te stoppen. Ja, dat is werkelijk fantastisch. En dat laat gewoon zien dat we feitelijk nog maar aan het begin staan van wat er met waterstof en mobiliteit allemaal wel niet mogelijk is. Waar staan we en wat zien we? Nou, hier zien we gewoon echt dat je op waterstof ook gewoon super gave races kunt winnen. Dus ook gewoon sportieve evenementen gewoon kunt doen zonder enige uitstoot. En die motor die is weer elektrisch. En met een tank waterstof die we hierin zien, daar kun je gewoon een races uitrijden. Op de Nederlandse wegen zie je steeds meer waterstofauto's, van personenwagens tot bussen en zware vrachtwagens. Ook het aantal publieke waterstoftankstations groeit. In de wereld van groot grondverzet maken graafmachines en tractoren de groene stap naar waterstof, wat laat zien dat duurzaamheid ook in het grondverzet terrein wint. Nederland vervult een pioniersrol door waterstof in te zetten bij binnenvaartschepen en ook op vliegvelden. We denken dat dit de ideale keuze is voor zwaar transport op lange afstanden, mede dankzij het grote bereik en de korte tanktijd. Ik ken Toyota vooral natuurlijk van de auto's, maar we staan nu voor vliegtuigjes.
Wat is de visie van Toyota op waterstof en de toepassing van treinen, schepen en vliegtuigen? Ja, de brandstofcel die we ontwikkeld hebben bij Toyota, die is multi-inzetbaar. En je kunt hem heel efficiënt inzetten in eigenlijk alles wat mensen in beweging brengt. En de rol die wij daarin willen hebben is A, systeem integreren, onze kennis delen, maar ook onze eigen brandstofcel delen in allerlei andere toepassingen om te zorgen dat we gewoon die stap kunnen maken. En die ene brandstofcel die is zo toepasbaar in allerlei andere oplossingen. Dus zie ons vooral ook naast dat we auto's produceren als een soort systeemintegrator waarin die brandstofcel een hele mooie rol kan spelen. En wat gaat helpen om de transitie te versnellen? Nou, het belangrijkste is dat we de boel techniek neutraal gaan bekijken en niet meer de techniek als doel gaan bestempelen. Hè. Het doel is dat we ons zero emission gaan verplaatsen en er zijn meerdere oplossingen. En als we die ook qua techniek naast elkaar zetten en ook vanuit de overheid met wet en regelgeving en het hele systeem wat daarvoor nodig is neutraal gaan bekijken, ja, dan gaan we versnellen in plaats van discussiëren van wie er wel of niet gelijk heeft met welke oplossing. Want dan is techniek weer het doel. En wat is op dit moment jullie grootste uitdaging? Ja, om nu echt te versnellen, daar gaat helpen om de prijs van een kilo waterstof nog net een tikje naar beneden te krijgen. En voor de industrie hebben we een nog lagere prijs nodig. Maar voor een auto om te tanken of om bussen, vrachtwagens, scheepvaart, daar kunnen we met een hoge waterstofprijs uit. Alleen we hebben nog een klein tikje nodig, zodat het qua kosten even duur als stroom uit het net. Ja, en dan is het voor de ondernemer ook een prima middel om gewoon zijn geld te verdienen. Ja, nou, we hebben net al waterstofauto's gezien en we staan nu voor het vliegtuig. Wat kun je vertellen over dit vliegtuig? Nou, wat eigenlijk al leuk is dat de opzet in basis hetzelfde is als een auto, een bus, een trein. Want wat we hier eigenlijk kunnen doen is een passagier erin zetten en natuurlijk de piloot, net als in de auto. En daarachter planten we de brandstofcel, tanks met waterstofgas. En die laten we vervolgens reageren met verse lucht met zuurstof. Zodat die zuurstof en die waterstof samen in die brandstofcel weer energie creëren. Via een kleine bufferbatterij sturen we die naar een elektromotor. Alleen deze elektromotor die drijft geen wielen aan, maar de propeller. En als die propeller gaat draaien en het vliegtuig gaat rijden, dan hebben we een mooie liftoff. Europa zet stevig in op groene brandstoffen door de introductie van de Renewable Energy Directive. Een initiatief dat het gebruik van waterstof in de mobiliteit stimuleert. Onder deze richtlijn moet Nederland een specifiek deel van zijn brandstoffen uit duurzame bronnen halen, waarmee een verschuiving van fossiele brandstoffen naar groene alternatieven wordt beoogd. Voor uiteenlopende sectoren zoals automobiliteit, scheepvaart en luchtvaart zijn de ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor 2030 en soms zelfs voor 2035. Er bestaan nog onzekerheden rond de implementatie van deze Europese richtlijnen in nationaal beleid, vooral over de exacte invulling per sector. Zoals je ziet is waterstof breed inzetbaar. In de volgende aflevering vertellen we je alles over de toepasbaarheid van waterstof in de industrie.